Vandaag krijgen we een interland te zien. Het commentaar daarbij wordt geleverd door Jori Mulder hier naast mij en mijzelf, Evert ten Apel. Het belooft vandaag een leuke wedstrijd te worden, want de Verenigde Staten spelen tegen Canada. Rusland is natuurlijk een enorm uitgestrekt land en daarom is het wel handig dat de speellocaties relatief bij elkaar in de buurt zitten. Het was natuurlijk handiger geweest als je na elke wedstrijd met de bus kon reizen. Maar ja, in ieder geval bevinden de meeste stadions zich in het Europese deel van Rusland. Het Century Link Field Stadion in Seattle opende zijn deur in 2002 na een bouwperiode van zo'n 4 jaar. Ja, het nieuwe stadion kostte destijds $430 miljoen. Het is trouwens een prachtige stad, Seattle. En dit mooie stadion past perfect tussen de gebouwen daar. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. De opstelling hoopt vandaag lekker aanvallend met 3 aanvallers voorin. Ik hou ervan. En jij? Ja, ik speel zelf ook graag in de 4-3-3 systeem even met 3 aanvallers. Heerlijk. Veel spelers om je heen. Je lekker combineren en lekker aanvallend voetballen. Er is veel discussie over hun manier van voetballen. Het zou te behouden zijn. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Ja, even. Het klopt dat ze zich graag in laten zakken als de tegenstander de bal heeft. Maar ja, ik zie ook niet veel aanvallend voetbal, maar het is een goed recht om deze tactiek te hanteren. En de Verenigde Staten hebben de eer te mogen aftrappen voor deze wedstrijd. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Meldt hij door. Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Jori. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Die bal draait schitterend het doel in. Ja, die bal die raakt hij echt helemaal geweldig. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De eerste bal gaat er vandaag in. Bradley, hier heb je hem weer. Mooi let. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Bradley. Vrije trap gegeven al vroeg in de wedstrijd. Is nog even zoeken naar de juiste flow. Dat is een rode kaart hoor. Hoe is het mogelijk? Een rode kaart. Die slijding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Hij weet die paas te onderscheppen. Daar zit de tegenstander tussen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De paas lijkt goed te zijn. De scheidsrechter. De bal vertrekt van de schoen. Een opgelegde kans. Wat een geweldige redding van de keeper. Ze mogen een hoekschop nemen. Toch nog een
een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Sliding, overtreding. De hoekschop komt in het strafschop. Oh, knalhard schot. Hij wordt opgejaagd op eigen helft. Boylet. Hij laat doorspelen, voordeel dus. En eens kijken of er ook echt voordeel uitgehaald wordt. Ja, natuurlijk, dat is de vraag. Maar al met al is het gewoon wel een goede beslissing van de scheidsrechter. Aardige poging hier hoor, van de Verenigde Staten. Gestopt door de verdediging. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Houdt hij het hoofd koel? Bradley! Knap gered hoor, maar het blijft opletten geblazen. Die bal is voor de tegenstander. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Hij wordt vrijgespeeld onder diepte. Iemand van achter, dat wordt een corner. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet die speler toch gaan oppassen. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. De aanval loopt op niks uit. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. John Brooks. Keepertje op de pantoffel. Ja, natuurlijk. Gewoon schiet als je de kans krijgt. En zoveel scheelt het toch niet, Jury? Nee, absoluut. Hè. En met iets meer geluk schiet je de gelijkmaker binnen. Trap. Overtreding en hij heeft al geel. Nog een kaart en hij kan vertrekken. Het is aan de scheidsrechter. Die bal is niet ongevaarlijk hoor. Het lijkt een schot. Prima redding van de keeper natuurlijk. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Oh, ze zijn de bal kwijt. Over de vleugel gepaast, dat vindt ze man. Nou, hij durft met zo'n gevaarlijke sliding in het strafschopgebied. En nu scoren. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Daar liggen countermogelijkheden. Buitenspel, want de scheidsrechter fluit. Trap. Keeper zag hem goed aankomen. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Als hij voor deze overtreding ook geel krijgt, dan kan hij vertrekken. Het wachten is op de beslissing van de scheidsrechter. Geel! En dat is zijn tweede. Ja, die mag gaan douchen. Het voordeel. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Laat maar, hij loopt buitenspel.
Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Bradley. Het spel wordt goed breed gehouden. Door een overtreding. Zou hij ook zijn boekje uit zijn zak halen? Ai, dat is niet zo mooi. Hij ziet zich genoodzaakt om in te grijpen en weet drommels goed wat daarop staat. Hoe zit dat, Evert? Een doorgebroken speler neerhalen, dat is rood toch of niet? Absoluut. En in het strafschopgebied een penalty ook nog. De Jong. Die bal is voor de tegenstander. De scheids heeft het gezien. Gele kaart. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Bradley. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Knap verdedigd. Bal in het strafschopgebied. Die bal is voor de keeper. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Die paas wordt doorzien. En deze kans mogen de Verenigde Staten niet laten liggen. Komt met de juiste actie daar. Atiba Hutchinson. Davis. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Heel goed gezien hoor. Houdt hij het hoofd koel? Junior Hoylet. Dat had de gelijkmaker toch moeten zijn? Ja, dat was een grote kans. Nog steeds in balbezit. Wordt dit een doelpunt? Daar is de poging. Doelpunt! Ze vergroten de voorsprong. Dit is de treun van Jewelsen voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Waardoor ze toch meer ruimte weggeven. De doelman rekende misschien op een harde knal. Maar hij werkte de bal heel subtiel het doel in. Hij keek goed waar de doelman stond. En schoot het balletje wel langs. Goed gezien inderdaad. En mooi uitgevoerd het schot. Atiba Hutchinson. Davies. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed. Atiba Hutchinson. Die steekpaas had veel gevaar kunnen stichten, maar de tegenstander weet hem te onderscheppen. Hoylet. Davis. Trap. De paas gaat diep en breed ook. Atiba Hutchinson. Davis. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Prima gestoken, zo lijkt het. Dit moet een goal worden. Wat een geprutst daar. Die bal had er wel in gemogen wat mij betreft. Gemoeten zelfs, Evert. Oog in oog met de keeper. Oh, overtreding. En hij had al geel.
Overtreding, hij krijgt geel en hij had al een kaart, die sukkel. Einde wedstrijd. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Sliding, overtreding. Trap. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? De tegenstander weet de paas eruit te halen. Aardig, dat is een lekker balletje. Goeie redding. Hij gaat resoluut op de aanvaller af. En hebben ze die bal. Ja, vol overtuiging kwam hij zijn doel uit. En ja, die aanvaller schrok er gewoon een beetje van. Gaat hij het nu doen? Een lop. Een ouderwets stiftje. De keeper kan er niet bij. Ze zijn in de minderheid, maar ze geven nog niet op, getuigen deze goal. Inderdaad, ze laten zich niet kennen en slaan effectief toe. De goal vanuit een andere hoek. Bradley. Wie weet levert dit een kans op. Hij dribbelt met de bal. Het schot. Bal op de lat. Er staan nog 20 minuten op de klok. Die paas wordt onderschept. De scheidsrechter fluit voor een vrije trap. Recht op het doel af. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Het team dat aan de leiding gaat, komt met een wissel. Zo willen ze het overwicht behouden en hun voorsprong veiligstellen. Bradley. Doorspelen, gebaart de scheidsrechter. Oh, dit kan een kans worden. Moet je dat zien? Hier liggen mogelijkheden als er snel wordt gehandeld. Wat een kans, Jury, maar de afronding laat de wensen over. Maar het lijkt nergens op, Evert. 1 op 1, het moet natuurlijk een doelpunt zijn. Een 100% kans, die moet je benutten. En ze winnen de bal terug op het middenveld. De verdediging stapt op het goede moment en zet de aanvallers buitenspel. Goed gezien van de arbitrage trouwens. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden hoor. Steekt zijn been uit en pakt de speler in plaats van de bal. Duidelijk overtreding. Geen twijfel over mogelijk. Goede beslissing van de scheids. We zien dat hij gewoon te laat was en de bal niet speelt. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Bradley. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Volgens de vlag en de fluit is het buitenspel. Ik zeg net niet, maar ja. Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is te snijden even op de tribunes. Er lijkt een doelpunt in de lucht te hangen voor Amerika. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik heb zo mijn twijfels. Dat had een doelpunt kunnen zijn.
de tijd dendert voort. We hebben nog maar 8 minuten. Hij laat doorspelen, voordeel dus. En eens kijken of er ook echt voordeel uitgehaald wordt. Ja, natuurlijk, dat is de vraag. Maar al met al is het gewoon wel een goede beslissing van de scheidsrechter. Goed verdedigd. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Die tackle was niet helemaal volgens de regels. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hij probeerde hem de bal afhandig te maken, maar maakte daarbij een overtreding. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Het is loop. Gaat. Daar is de poging. Vrije trap. Maar wat kunnen ze uitrichten vanuit deze positie? Rode kaart. Hij mag vertrekken. Domme plek voor zo'n overtreding toch. Maar het is wel goed dat er gestraft wordt door die scheidsrechter. Dus er wordt eigenlijk te weinig gedaan. Als ze slim zijn, maken ze nu gelijk. Hierna kan het misschien niet meer. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een vroege publiekswissel, toch? Ja, of misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applausje in de ontvangst te nemen. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Dit is weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. Hij wordt opgejaagd op eigen helft. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Nog een vrije trap en misschien meteen de laatste kans. Daar krijgt hij een rode kaart voor hoor. Ja, dat was ook terecht even, want de aanvaller werd een opgelegde doelkans ontnomen. Ja, en dan is er maar één straf en dat is een rode kaart. Zo is het, Jordi. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. En nu doorgaan. En bijna scoort is een tweede van de wedstrijd. Dat is voor hem mooi geweest, maar het is terecht. Wat hebben ze? Die bal gaat recht naar de tegenstander. Als ze nog langs zij willen komen, is dit het moment. We krijgen nog een vrije trap, zo vlak voor het einde van de wedstrijd. De keeper krijgt geel en daar komt hij goed bij weg. Voor hetzelfde geld krijgt hij rood. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. De strijd is afgelopen. Ze hebben optimaal gebruik gemaakt van de gaten die vielen, omdat hun tegenstander met minder spelers in het veld stond. Ja, en toch is het jammer even, want het is gewoon 11 tegen 11 is gewoon het beste. Nou, ik weet niet wat jij vindt, Jurie, maar volgens mij heeft hij verdienstelijk gespeeld. Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.